Bart Arnouds, wat een primeur. Jij mocht vandaag als eerste de nieuwe Time Machine onthullen. Je hebt er ook mee gereden. Hoe voelt het? Ja, een nieuwe fiets voelt altijd wel leuk. En zeker, ik ben een materiaalfreak, dus ik ben altijd blij met een nieuwe fiets. En zeker voor in Hawaii is het toch leuk om altijd iets extra speciaal te hebben voor de wedstrijd. We proberen er in training iets extra voor te doen, dus het is leuk dat dan de fietsleverancier ook iets extra doet voor Hawaii en dat we nu dit jaar met een nieuwe fiets kunnen rijden. Wat vind je de mooiste feature aan de nieuwe Time Machine? Het mooiste? Ik denk de kleur is leuk. We hebben meestal met een zwarte fiets gereden en het is leuk om eens met een gekleurde fiets te rijden. En de remmen is voor mij wel iets dat een grote verandering is. Ook heel gemakkelijk om de remblokken te veranderen. Dus tussen trainingswielen, wedstrijdwielen. Het is een heel ingenieus systeem wat toch altijd handig is voor de doe-het-zelver. En gewoon, het voelt sneller aan de fiets. Maar dat is misschien alleen al mentaal, maar als de fiets alleen al mentaal beter aanvoelt, dan is dat zeker goed meegenomen. En ik denk, het is gewoon meer triathlon specifiek. Dus het is veel gemakkelijker om nog meer verschillende posities aan te nemen op de fiets. De box van achter om wat materiaal in te steken. Het is zeker een verbetering. Jij gaat er zaterdag mee rijden. Verwacht je meteen een snellere tijd? Of is een goed gevoel op de fiets en comfortabel eraf stappen ook belangrijk? Maar het is sowieso belangrijk dat je je goed voelt op de fiets. Dus ik ben heel blij dat ik me heel comfortabel voel. We hebben er nog niet zo heel lang mee gereden, maar het voelde direct comfortabel. En het fietsen in Ironman is nog niet mijn sterkste punt. Dus ik heb meestal toch wat problemen in Ironman tegen het einde van het fietsen. En als ik het mag geloven, is deze fiets in theorie sowieso sneller. Hij voelt sneller aan, dus misschien kan het mij ook wel helpen om iets beter, of in een iets betere positie van de fiets te stappen. En dat zou super zijn. We hebben je de laatste tijd wat minder aan het werk gezien. Ik denk volle focus op Hawaii. Maar ik heb ook de indruk dat dat een beetje de druk weghouden is bij jou. Klopt dat? Kom je een beetje ontspannen aan de start zaterdag? Van buitenaf is mij nooit echt veel druk opgelegd. Vorig jaar had ik mijzelf misschien niet te veel druk opgelegd, omdat ik vorig jaar echt alles in teken van Hawaii had gezet. En dat was voor mij, het is sowieso de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dat is voor alle atleten hier zo. Maar vorig jaar wou ik het eigenlijk extra goed doen en is het eigenlijk heel slecht uitgedraaid. Dus ik kan het sowieso niet slechter doen als vorig jaar. Ik weet het niet. Elk jaar dat ik hier... ondertussen heb ik hier al 4 keer deelgenomen. Het is de 5e keer nu, dus ik heb al meer ervaring. Het maakt misschien iets minder indruk allemaal. En ik probeer gewoon rustig te blijven. Niet te veel in de drukte en niet te veel in de schijnwerpers. En ik denk dat ligt mij goed. En we zullen zien. Maar de voorbereiding was eigenlijk heel goed. En de rest van het seizoen was niet echt een succes bij mij. Dus misschien staat er nu iets meer druk op Hawaii dan, maar ik wil vooral zelf het heel goed doen. En er is niemand dat mij onder druk zet om het hier goed te doen. Van buitenaf, ik wil het gewoon zelf goed doen. Maar ik heb in het verleden al gemerkt, ontspannen zijn voor de wedstrijd is altijd een meerwaarde. Wat verwacht je zelf? Wanneer is het geslaagd? Heb je een plaats in gedachten? Ik ben hier 8e en 9e geweest in vorige edities, bij mijn debuut 11e. Dus ik wil altijd proberen beter te doen, maar dat was vorig jaar eigenlijk een heel jaar het doel en dat is slecht uitgedraaid. Dus ik heb nu niet echt een plaats in gedachten. Ik wil gewoon proberen mijn beste Ironman ooit te doen. En als ik dat in Hawaii kan doen, wat eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is, de beste wedstrijd van het seizoen of van je carrière, altijd in Hawaii proberen te doen, dan kan je ver komen. En dat is, we hebben dat al gezien met de andere Belgen ook, die dat hier vroeger gedaan hebben. Dus ik wil gewoon... een supergoeie Ironman doen in Hawaii en dan komt je normaal heel ver. Oké. Nog één laatste vraagje. Wie wint er zaterdag? Het is heel moeilijk, maar ik denk toch dat als je ziet hoe sterk dat Frodeno eigenlijk is geweest de laatste jaren. Zeker als hij zich ergens op voorbereidt op een wedstrijd, dan denk ik dat er misschien weinig aan te doen is. Maar het is nog altijd Hawaii en elk jaar gebeuren er hier heel speciale dingen en er staan altijd meer dan 50 sterke profs bij de mannen aan de start. En uiteindelijk het resultaat is elk jaar misschien voor sommigen een teleurstelling. Die dat dan sommige atleten veel beter verwachten. En elk jaar zijn er veel verrassingen in de top 10. Dus dat zal dit jaar juist hetzelfde zijn.
Ja, want dat blijft uiteindelijk. Hè. Het is 2K Ironman en hier staat ja, zeg maar de top 55 van de wereld. Misschien dat mensen dat af en toe verkeerd inschatten en denken van als een Belg niet in de top 10 zit, heeft hij niet goed gepresteerd. Maar je bent hier wel en je behoort tot de top. Hè. Ja, het is sowieso al moeilijk voor hier te geraken. Veel mensen hebben al, zeker de laatste jaren, meer problemen om hier al aan de start te geraken. Je moet eigenlijk al een goed seizoen hebben om hier op een ontspannen manier aan de start te komen. Veel atleten moeten eigenlijk al extreem diep gaan tijdens het jaar om hier uiteindelijk aan de start te staan. Dat is al één nadeel. Het is nog altijd een wedstrijd waar meer risico's genomen worden. En ik denk dat dat meestal de grootste oorzaak is waardoor dat sommige atleten falen. En vorig jaar was dat bij de Belgen het geval. Misschien gewoon omdat je juist probeert iets extra te doen in de wedstrijd en dat misloopt. Maar het is het WK en ik heb ook al twee keer de top 10 plaats gehad. Dus ik zou zeker proberen om iets meer te kunnen. Maar dan moet je soms een berekend risico nemen en soms is dat misschien iets te weinig berekend en betaalt je dat in cash. Het zijn ook niet de temperaturen waar dat je... Ja, de temperaturen zorgen hier ook altijd al voor verrassingen. Iets minder een dag, problemen met voeding en het zit met serieuze problemen in de wedstrijd. Dat is het leuke aan Ironman. Het is nog altijd verrassend. Het is niet de atleet met de beste conditie dat hier sowieso wint. En dat is wel iets dat ik heel leuk vind en waar ik eigenlijk van houd. Dat de wedstrijd zelf vol verrassingen zit en dat je tijdens de wedstrijd ook verstandig moet blijven. Dat niet een goede conditie is niet genoeg om hier sterk te eindigen. Oké, één ding gaat er wel veranderen, denk ik. De wind die gaat met deze nieuwe machine niet zo'n grote rol meer spelen van jullie. Nee, ik hoop het. De zijwind in Hawaii, dat moet nu echt in ons voordeel zijn. Alright, succes Bart Arnouts. Dank u wel.